Zondag had in Moerbeke de jaarlijkse carnavalstoet plaats. Op zich niet speciaals, maar het zag er een tijdje naar uit dat het een stoet zonder confetti ging worden. De gemeente heeft immers geen machine om alle straten weer proper te maken. Gelukkig kwam er op tijd een oplossing. Een stralende winterzon voor de carnavalstoet. Al gingen er een tijdje donderwolken boven de stoet. Omdat de gemeente geen machine heeft om de straten grondig te reinigen, wou burgemeester Marijn confetti verbieden. Maar de burgemeester veranderde toch nog van idee. We leven in een democratie. Als het feestcomité en de meerderheid van mijn college beslist om toch toe te laten confetti te strooien, dan sta ik het toe. Een stoet vol confetti dus. En dat vinden vooral de kleinste heel leuk. Ik heb nu nog alleen, ben nu alleen aan snoep bezig en straks zijn de confetti. Je hebt allemaal snoep. En wat ga je met die snoepen allemaal doen? Uitdelen? Ja, en opeten. En wat ga je met de confetti doen? Aan mijn papa in zijn rug steken. Ook de bewoners van het centrum vinden het niet erg dat hun stoep onder de confetti zit. Nee, zeker niet. Ik vind een carnaval zonder confetti, het is geen carnaval. Wie gaat het allemaal opruimen? Ik denk een deel de gemeente en wij een deel. Dus... Dat geeft u ervoor over één keer per jaar? Ik krijg vast. Ik vind als er geen confetti meer mag gegooid worden, dat er geen stoet meer moet zijn ook dan, vind ik. Okay. De vraag is natuurlijk, wie gaat dat allemaal opruimen? De gemeente wil een multifunctionele tractor kopen, die niet alleen confetti, maar ook sneeuw, bladeren en zwerfvuil verwijdert. Maar de partij Anders gaat niet akkoord met de manier waarop de aanbesteding gebeurde. Daardoor komt de machine er later. Oh, zeker volgend jaar. Dat is zeker. Dat is kwestie van maanden.